Roel Blokhuis en Aart van Dieremen, twee drijfveren achter deze gigantische verbouwing van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Bunschoten-Spakenburg. Roel, kun jij ons iets meer vertellen? Wanneer zijn de eerste plannen ontstaan om de kerk uit te breiden? Nou, die plannen van de echte, dat er ideeën waren om te gaan verbouwen, dat is denk ik wel al 8 of misschien wel 10 jaar geleden al eens een keer ontstaan. Nou, en toen gaandeweg was er eerst nog een discussie over, gaan we nou een keer nieuw bouwen? Gaan we echt naar een heel nieuw, naar het nieuwe plan aan de oostzijde van het dorp? Om daar een kavel aan te kopen en daar een nieuwe kerk neer te gaan zetten? Of gaan we blijven in deze kerk en daardoor een stuk verbouw? Nou, plannen gemaakt. Daar gaan natuurlijk ook weer jaren overheen. Uiteindelijk is er toen de beslissing gevallen om in ieder geval niet te gaan nieuw bouwen, maar te gaan verbouwen. Ja, en met als resultaat dat we nu aankomend weekend open gaan. En dat is een lange weg geweest, maar we zijn blij dat het nu eindelijk afgelopen is, zeg maar. In deze openingsweken zal de Nederlands Gereformeerde Kerk een cadeau aanbieden aan de gemeenteleden van de Fonteinkerk als dank. Kun je iets of een tipje van de sluier oplichten over dit cadeau? De uitnodigingen voor het dank u wel concert, zoals we dat in de wandelgangen zijn gaan noemen. Die uitnodigingen die zijn de deur uit, dus het is niet zo geheim meer. Op donderdagavond aanstaande, dat is 10 mei, dan is er in de Fonteinkerk een bedankconcert met medewerking van een prachtig koor en muzikanten uit Huizen. En daarbij zijn dus alle leden van de Christelijke Gereformeerde Gemeente, niet alleen van de Fonteinkerk, maar ook van de Bron, uitgenodigd om dat bij te wonen. En dat is dus een gebaar van dankbaarheid van onze gemeente aan de Christelijke Gereformeerde broeders en zusters. RTV Bunschoten zal daarvan een impressie maken, om zo iedereen die dat zou willen, zal kunnen luisteren wat het dankjewel cadeau heeft ingehouden. Vervolgens gaan we naar vrijdag en zaterdag. Ja. Een druk programma. Ja. Ja, dat is gewoon een hartstikke leuk programma waar we ons allemaal enorm op verheugen. We hebben voor de zaterdag de kleedjesmarkt en heel veel activiteiten die gericht zijn op de jeugd. We hebben een braderieachtige markt waarbij we dus wat leuke moederdag cadeauartikelen aanbieden. We hebben diverse eten en drinken aanbiedingen. We hebben 's middags om 1:30 is dan de officiële opening door dominee Bustra. Dat is dan een officieel gedeelte waarbij ook de genodigden aanwezig zijn. Om 3:00 is de duck race. Dat wordt natuurlijk een spannende sensatie voor de hele jeugd. En dan vanaf 4:00 hebben we een veiling met opbod. Er zijn spectaculaire prijzen. Het wordt allemaal gepubliceerd van de week. Kom bij ons in de Shulp en er komen posters en van alles en nog wat. Dus iedereen wordt op de hoogte gebracht van met name de veiling. En om uiteindelijk toch ook zoveel mogelijk geïnteresseerden te krijgen die ons de fantastische veiling cadeaus afnemen. De Nederlands Gereformeerde Kerk heeft een enorme groei doorgemaakt de afgelopen jaren. Is dat ook een reden geweest om aan uitbreiding te beginnen van dit gebouw? Ja, we zijn in de loop van de jaren uitgegroeid naar 1800 leden. En een aantal jaren terug, ik denk een jaar of 4, 5 terug, is er toen een ander beleid ontstaan, met name richting de jeugd. Aan de jeugdbeleidsplan. En daardoor op zondagmorgen er extra activiteiten plaats kan vinden. Nou, door die activiteiten ontstond er op een gegeven moment toch een tekort aan ruimtes. En ik heb zelfs een keer op een zondagmorgen zijn we wezen kijken en zaten er zelfs 2 kinderen op een stoel in deze ruimte. Tenminste ooit. En het gaf gewoon aan dat het echt noodzakelijk was. Maar ook door de week met vergaderen. Er ging al regelmatig, zat er een diaconie of een commissie van beheer, gingen elders vergaderen, omdat er gewoon geen plaats was. En dan was er een rock solid meeting met een aantal jeugd in een aantal zalen, of een solid friends. En gaandeweg werd het gewoon te krap, dus het was gewoon hard nodig. De sloophamer is echt net voor de vakantie, voor de grote vakantie vorig jaar, eind juli is het gesloopt allemaal. En na de vakantie, dus volgens mij de laatste week augustus, zal ik het even uit mijn hoofd zeggen, zijn we begonnen met de eerste paal in de grond en funderingen, noem maar op.
Nou, de informatiestand op de markt zaterdag bij de kerk is ingericht om alle mogelijke bezoekers, ook mensen die dus niet zoveel connectie hebben met een kerk of met het geloof, om die alle mogelijke informatie te geven die voorhanden is met betrekking tot het kerklid zijn, het volgen van het kerkleven enzovoort enzovoort. Dus er is een algemene informatiestand met een nieuwe infofolder van onze eigen kerk, waarin we dus uit de doeken doen wie we zijn, wat we willen enzovoort enzovoort. Ja, we zijn de architect meneer Dooyeweert uit Baren, die heeft de tekening gemaakt. Heeft het helaas, is hij overleden vorig jaar, dus toen moesten we hals over kop toch iemand anders erbij betrekken. Dat is meneer Kater geweest, die heeft de hele bouwbegeleiding gedaan voor ons. Uiteindelijk is er uit de aanbesteding is er gekomen dat we verder gaan met Visser en Hopman. Ja, en Visser en Hopman heeft natuurlijk het hele pand hier neergezet met een hoop onderaannemers. Energie is gedaan en elektra door Van der Hoge. Even denken hoor. En er zijn nog een aantal loodgietersbedrijven hier dorp betrokken geweest bij her en der wat zaken. Vooral met i-technieken heeft ook veel gedaan bij ons in de kerk voor energietechniek. En zo zijn, we hebben wel gepoogd om in ieder geval zoveel mogelijk plaatselijke aannemers te betrekken in het hele project. Dat vonden we toch wel heel erg belangrijk.